Ondernemer John van Zweden gaat de groep De Mos ondersteunen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Zijn steun zal vooral gericht zijn op het werven van sponsors en het meedenken over het verkiezingsprogramma. Richard De Mos is verheugd. De eerste lijstduwer van formaat is binnen, aldus de fractieleider. Het opruimen van vuurwerkafval en brandhopen na de jaarwisseling heeft de gemeente bijna 1,5 ton gekost. Schoonmakers hadden na oud en nieuw ongeveer 2 weken nodig om de stad op te ruimen. Er werden 6 machines met personeel extra ingehuurd om de vuurwerkrommel weg te halen. De hondenbelasting in Den Haag blijft bestaan. De belasting levert jaarlijks ruim 1,8 miljoen euro op. En de gemeente kan niet zonder deze inkomsten. Met de opbrengsten worden algemene voorzieningen in de stad bekostigd. Maar de gemeente gebruikt het geld ook om hondenpoepbakken en zuigers te kopen en om de controleurs te betalen.